Collega's, mag ik u vragen om even recht te staan voor een bezinning en voor een rouwhulde? Graag zou ik u allen willen vragen om even een ogenblik stil te staan bij de gebeurtenissen die zich gisteren in het centrum van Luik hebben afgespeeld. Andermaal zijn we geconfronteerd met blind geweld, klaarblijkelijk gericht tegen onze maatschappij. Het geweld was zinloos. Het leed dat daardoor werd aangericht, valt niet te herstellen. Niet voor de slachtoffers, niet voor hun nabestaanden. De slachtoffers, zowel de beide agenten als de jonge student die een stralende toekomst voor zich had als onderwijzer, vervulden met veel enthousiasme hun maatschappelijk engagement. De agenten hadden bovendien allebei een eigen gezin. De student was de trots van zijn beide ouders. Wij als volksvertegenwoordigers hebben ten overstaan van al deze slachtoffers de plicht om verder te blijven werken aan een harmonieuze samenleving. Alleen op die manier kunnen wij een maatschappij opbouwen waarin plaats is voor iedereen en waarin ook andere incidenten, zoals het overlijden van de peuter Mauda, die vandaag begraven wordt, zich niet meer voordoen. Graag vraag ik dan nu een moment van stilte om ons medeleven te betuigen aan alle slachtoffers en de nabestaanden. Dank u ervoor.